Ik ben Esra Walian. Ik ben 20 jaar en ik speel momenteel bij Almere City. Ik vond het het allerbelangrijkste dat ik wel dezelfde Esra bleef voor als na dat ik geld verdiende. Kijk, ik ben gewoon geboren met dat ik één doel wilde en dat is profvoetballer worden. Hij was als tiener een van de grootste talenten van Ajax. Hij werd vroeger zelfs vergeleken met Patrick Kluivert. En hij heeft zoveel doelpunten gescoord dat zelfs de computer het niet meer bij kan houden. Ik heb het natuurlijk over de Indonesische held van Almere City, Esra Walian. Indonesische held, toch? Ja, het zijn jouw woorden. Nee, maar dat is toch waar? Ja, ik denk het wel. Ja. Hoeveel volgers heb je op Instagram? 340.000. Oh my god! Voordat ik ging naturaliseren, ja, toen zat ik op 20.000 of zo. En toen ben ik genaturaliseerd en mijn eerste toernooi gespeeld. En toen is het echt in een paar weken tijd gelijk boom over de 100.000. En ja, nu krijg ik gewoon elke dag volgers erbij. En zit ik nu op 340.000. Ja. Als jij in Indonesië komt, herkennen mensen jou? Ja. Als ik aankom op het vliegveld, dan weten gelijk mensen al wie ik ben en vragen ze op de foto. Ja. Stefano Lillipali maakte afgelopen zomer de overstap naar Bali United. Een stap die Walian misschien ook ooit zou maken. Lillipali heeft een geweldig leven, leidt een geweldig leven daar. En ook hij heeft een status in Indonesië waar je van denkt van wow, hoe kan dat? Ik bedoel, hij heeft 550.000 volgers, weet je. Dus kijk, ik begrijp het nu, omdat ik het zelf ook meemaak. Maar anderen denken toch van, joh, waar is hij in beland? En de liefde die hij ook krijgt, bijvoorbeeld. Ja, dan is dat mooi, dat is echt mooi om te krijgen. Je voelt je trots en dus voor mij is dat ook zeker een optie. Hoeveel procent van de Nederlandse voetballers speelt in Indonesië? Ik denk 10%, 15%. Dat is wel veel, man. Ja? Denk je dat echt? 15% van alle Nederlandse voetballers? Oh, alle voetballers, hè? Nee, dan denk ik, wat zal het zijn? 4-5% of zo? Dat is ook nog veel, hoor. Dat is ook bizar veel. Ik weet het niet. Ik denk misschien 1%. Je kwam in de buurt. Ik zal niet zeggen hoeveel het is, want alles kun je vinden in deze polsatlas. Ik zal er zometeen eentje aan Esra geven, maar voor jullie kunnen er ook eentje krijgen. Wat je daarvoor moet doen, is de volgende vraag beantwoorden. Welke tattoo heeft Esra op zijn bicep staan? Laat het weten in de reacties en wie weet win jij een gesigneerde versie van de polsatlas. Wat voor jongen ben jij? Ik denk een bescheiden jongen, heel rustig en die wel echt alles over heeft voor het voetbal, maar ook gewoon inziet dat er ook buiten het voetbal meer is en dat ik bijvoorbeeld, ik ben een familiemens, ik vind mijn familie heel belangrijk, mijn vriendin vind ik echt heel belangrijk en zo'n jongen ben ik, heel rustig. Een echte familieman die in 2012 een zware tegenslag te verwerken kreeg. Hij verloor zijn moeder, die overleed aan de gevolgen van leukemie. Ik was, ik denk 13 toen ik het hoorde dat ze ziek was. En toen 15, heeft 2 jaar geduurd, 15 toen ze overleed. Maar hoop ik het ervaren. Ja, natuurlijk verschrikkelijk, maar in die tijd, ik zat in de puberteit, dus soms had ik wel moeilijk mee om hem over te praten. Ik sprak er sowieso niet veel over, zeker niet op de club. Thuis ook niet echt. En thuis was ik ook voornamelijk dat ik soms niet echt wilde laten zien dat het me zoveel deed. Het echte thuiskomen gevoel, ja, dat miste ik gewoon van toen ik 15 was tot mijn 19 heb ik dat wel altijd gemist. Dat je thuis komt, dat je ouders thuis zijn en dat je samen wat gaat eten. Kijk, mijn vader die houdt niet echt van koken, dus gaat hij dat ook niet zo snel doen. Ik deed het nog wel eens, maar uiteindelijk ga je naar het makkelijke. En dat is of uit eten of... wat halen. Ik heb heel veel bij mijn tantes gegeten. Superleuk allemaal. Maar uiteindelijk ga je pas beseffen hoe belangrijk een thuiskomen is. En dat heb ik wel gemist. Zijn jullie de aangekomen op de begraafplaats waar je moeder ligt? Ja. Vind je het moeilijk om hier te komen? Nee, helemaal niet. Ik haal hier juist heel veel energie uit. En dan weet ik waar ik het voor doe. En, weet je, het is... super mooi dat ze een mooi plekje heeft. En, natuurlijk had ik heel graag gewild dat ze nog er was, maar het is helaas niet zo. Wat was je moeder voor persoon? Een
een hele lieve vrouw. Ze was streng, maar voor altijd en voor iedereen stond ze klaar. En dat mis ik wel. Hè.